Ja, goedemiddag. En lunchbreak zijn weer begonnen. Maar zoals je misschien al op allerlei social media hebt kunnen horen, gaan we toch even inbreken. Want we hebben breaking news. En wie ons daar alles over kunnen gaan vertellen zijn Arie den Braber en Ria Betgens. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vertel het maar, zou ik zeggen. Ja, we zijn er klaar voor, hè? Arie? Ja hoor, ik ben er helemaal klaar voor. Cult en Tumult 2017. Er zijn nogal wat verschillen, hè? Deze 21ste editie met andere jaren. Wat zijn de verschillen? Nou, een heel belangrijk verschil is in ieder geval dat we dit jaar weer wel een programma op zaterdagavond op het hoofdpodium hebben. Vorig jaar om financiële redenen niet, nu dus wel. En wat voor een programma? We hebben op zaterdagavond het Cult en Tumult Dance Event. Dat wil zeggen vanaf 6:00 tot 12:30 achter elkaar doorlopend diverse dance acts. Om een paar te noemen, Mark with a K, Plug and Play en B-Front. En de laatste, dat is een echte veldhovenaar. Ja. Dus dat wordt een heel spektakel. Ja, en dan zijn er nog meer veranderingen, toch? Ja, een andere verandering heeft betrekking op het Meiveld. Daar hebben twee horeca-eigenaren, Jeroen Verhagen en Paul Vedenberg, die hebben de handen in elkaar geslagen en daar een nieuw concept voor ontwikkeld. Geen tent meer op het Meiveld, maar meer een open karakter met foodtrucks. Natuurlijk wel met muziek, maar een soort totaalbeleving dus. Maar wat ik al zei, wel met heel veel muziek, want dat blijft gewoon. Dus ook de hele dag door, ook weer tot 's avonds, zijn er allerlei bands die optreden op de zaterdag. En op de zondag, dus misschien wel apart om even te noemen, beginnen ze al om 10:00 met fruushoppen. En dan gaat de Eindhovense blaaskapel, Blitz, zo heten ze, die gaat daar de muziek verzorgen. Dus dat wordt vast heel bijzonder. Ja, en voor de verdere rest is het natuurlijk het programma wat we al jarenlang kennen. Ja, ja, natuurlijk wel met allemaal nieuwe acts. Hè. Maar als ik er zo eens een paar mag noemen, zo in Theater De Schalm, is bijvoorbeeld op zaterdagavond, die hebben de activiteit Mensen van Veldhoven. Van de Facebookpagina. Ja. Het is een Facebookpagina in 2016 gestart. En deze avond komen er, onder presentatie van Jordi Graat, komen de drie Veldhovenaren vertellen over hun passies en hun visies. En dat is denk ik heel erg leuk. Ja. Dat is dus in De Schalm. Het museum, altijd een heel aparte plaats in het hele festival. Ligt wat apart, maar is daardoor ook een wat rustiger, maar daardoor niet minder belangrijk exponent van het hele festival. En ook daar zijn nu weer de activiteiten, vooral voor kinderen vanuit ASML, waar ze bezig kunnen zijn met de nieuwste technische snufjes. Dat is een unieke samenwerking, hè? Ja. Nou, ASML is natuurlijk hoofdsponsor van het festival. Maar elk jaar worden daar weer hele nieuwe dingen voor bedacht. En kinderen, die vinden dat prachtig. En terecht, denk ik. Ja. Dan hebben we natuurlijk ook nog Art for You. Waar alle Veldhovense koren op zaterdag en op zondag komen zingen. Maar ook bijvoorbeeld op zaterdagochtend wordt er al gestart met een workshop muziekinstrumenten maken. En dat is ook heel erg leuk. Je kunt je eigen instrument maken en er dan ook nog met elkaar op spelen. Dat is voor kinderen, hè? Dat is voor kinderen, ja. Hoeft niet aan te melden, gewoon binnenlopen. Nee. Net als het hele, met het hele programma. Ja, iedereen kan zo mee gaan doen. Dus vanaf 9:30. Zorg dat je erbij bent. Nou, en de bibliotheek, die hebben ook nu weer een bomvol programma. Met een enorme diversiteit. Als ik er dan toch één ding uit mag lichten wat best wel apart is, dat is op zondag. Dat is Saillant Detail. En dat is een theatercollectief. En dat speelt stukken van Shakespeare. Dan zou je denken, dat is wel zwaar, hè, stukken van Shakespeare. Nee, dat is dus helemaal niet zwaar. Dat doen ze op zo'n toegankelijke wijze dat het voor iedereen leuk is. Dus dat is misschien wel een tip voor de zondag. Echt aanrader. Ja. Nou, en in het Burgemeester Elsenpark, dat is zoals altijd ook dit jaar weer het domein van de kinderen. Van de jeugdhuur tot de jaar of 12, 13. En dat is op zaterdag springen, springen en nog eens een keer springen. En op zondag ook springen, maar dan ook wel met wat meer spectaculaire activiteiten erbij. Zoals bungee jumpen en walk on water en een rodeo stier. En je kunt ook nog creatief met klei aan de slag. Kortom, daar zal het ook wel weer heel erg druk worden, zoals altijd. Ja.
En het straattheater. Natuurlijk hebben we ook weer allerlei steltgroepen. Vreemde muzikale acts. Ja, dingen dus om je te verwonderen. En op zondag, is misschien wel leuk om te noemen. Op Plein Blokker staat dan een installatie die hoofdsponsor Eindhovens Dagblad daar neerzet. Dat doen ze elk jaar op een plaats in het festival. En dit keer is dat echt een enorme selfie-stick. Ja, je moet zelf maar gaan kijken op zondagmiddag op Plein Blokker. Hoe je op die selfie komt, hoe het technisch werkt, weet ik ook niet. Maar dat wordt dus denk ik juist heel leuk om dan dat te zien. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog het hoofdpodium, hè? Zondag. Het hoofdpodium, ja. Ja, rappapa, rappapa. Want er zullen toch wel heel veel mensen ook op zitten te wachten. Ja. Wat gaat er komen? Ja. Wat gaat er gebeuren? Nou, hoe laat start het? Dit keer gaan we al eerder van start. Ja. Al om 11:45. En dat heeft ook al een reden. Nou, om 11:45 namelijk, dan komen de gezamenlijke leerlingenorkesten van de vier Veldhovense muziekverenigingen. Elk jaar traden die op bij het gazon van de muziekschool. Maar dit keer op het hoofdpodium. En ja, dat vinden ze natuurlijk geweldig. En wij ook, want ja, de jeugd die hoort thuis op het hoofdpodium. Nou, ja. Daar gaan we dus mee starten. En daarna komt een tribute, de ABBA Tribute Band. Dus een tribute aan toch wel een heel erg beroemde band natuurlijk. Iedereen kent die liedjes, ja. Zal ze ook zeker mee gaan zingen. En dat kan ook met deze band. We hebben ook twee prachtige zangeressen. Dus die brengen echt het geluid van ABBA. En ja, op zondag is het altijd diversiteit op het hoofdpodium. Nou, meteen wordt ABBA gevolgd door iets totaal anders. De Black Swords. Zult u zeggen, Black Swords, wie zijn dat nou weer? Nou, heel Nederland kent ze zo'n klein beetje. Van Holland's Got Talent. Het zijn een aantal zeer jeugdige muzikanten uit de Kempen. En geloof me, die maken er een feestje van. Die gaan er een spektakel van maken. Ja, die spelen er met alles wat ze in zich hebben tegenaan. En dat wordt dan weer gevolgd door Voltage. Dat is de band van Dave Vermeulen. Die is bekend geworden door The Voice of Holland, waar die tweede werd. En die brengen gewoon rock'n'roll. Zoals het hoort, dat is wel bekend vanuit wat hij bij The Voice deed ongeveer. Mm-hmm. En Voltage wordt dan weer gevolgd door de Queen Revival Band. En dat is een Duitse band. Ja. En die staat er echt onbekend dat het een van de beste Queen Tribute Bands in de wereld is. Ja. Vinden de mensen van Queen ook zelf. Dus die kunnen die liedjes echt perfect spelen. Nou, dat wordt voor Queen-liefhebbers, en velen zijn dat, wordt dat echt genieten. Ja, maar ook al ben je geen Queen-liefhebber, je kunt ze toch wel meezingen. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, want ze zijn zo bekend, hè. Precies, Queen is ja. Natuurlijk een van de bekende bands van de wereld. En als het over meezingen gaat, of in ieder geval meeneurien, dan zal dat zeker kunnen bij de volgende band. Dat is de Hermes House Band. Ja. Nou, die brengen al 30 jaar echt voor, ik weet niet hoeveel mensen ze ondertussen gezien hebben, maar dat zal wel in de miljoen lopen. Al hun show. En die hebben zeer bekende nummers gemaakt. Het nummer Toen Feyenoord kampioen met la 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 la. I Will Survive. I Will Survive, ja. Dat is van Hermes House Band, dus iedereen kent dat. Ook dit wordt dus genieten. En dan eindigen we op zondagavond met een groep die al vele jaren geleden ook al eens een keer op Cult & Tumult is geweest. De WC Experience, die maken er ook altijd een soort totaalshow van. Dus dat moet wel een hele leuke uitsmijter worden. Ja, het is weer een mooi gevarieerd programma dit jaar. Ben je er trots op? Ja, het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. En dat is altijd zo in de voorbereiding. Maar nu het dan uiteindelijk ook het programma op de site staat, denk ik. We krijgen het festival natuurlijk nog wel. Van het moet precies, allemaal wel maar gebeuren. Op de site van Cult & Tumult is inmiddels alles nu na te lezen. Hè? Ja. Van het hele programma, wat waar te doen is. Ja, tijden die erbij staan. Is natuurlijk nog veel meer dan wat ik net verteld heb. Hè? Absoluut, dat is echt maar een uittreksel ervan. Maar daar kun je alles helemaal volledig nalezen. Ja,
Nou, we gaan er weer een heel feestje van maken. We gaan weer hopen dat de weergoden ook dit jaar weer... Ja, moet het ander weer zijn dan vandaag, hè? Want nou regent het een beetje. Ja, precies. Dus. Maar alles wat vandaag valt, dan... Dan niet. Nemen we zonneschijn die dag voor terug. Ja. Arie, heel erg bedankt. Graag Christel, gedaan. Jij ook heel erg bedankt. Ja, dank je. Graag gedaan. Jullie ook alle twee natuurlijk, hè? Want we zijn weer op de hoogte van wat er eind september, het laatste weekend van september, allemaal te doen is in Veldhoven. Ja, oké. Er is genoeg te doen. Nou, komt alles, zou ik zeggen. Oké.